Wat moet Gordon zich ons etende uitgekotst voelen? Hij hoeft maar boe of ba te zeggen, of er staat een bataljon BNR-lama's klaar om hem onder te spugen. En gisterenavond kreeg hij op lands grootste tv-zender een onverwachte sneer van Arjen Lubach, die hem voor het oog van 1 miljoen kijkers besloot te bekritiseren om zijn geknuffel met Dubai. Arjen valt Dubai frontaal aan in zijn programma De Avondshow. We gaan even naar de woestijn, want het valt me op dat steeds meer Nederlanders in Dubai zitten. Hier, rapper Boef woont in Dubai, zanger Gordon woont er natuurlijk, net als zijn hond, en ook Quincy Promes woont er nu even tijdelijk. En in Dubai stikt het van de Nederlandse influencers. Wat ben je eigenlijk kwijt als je in Dubai bent? Je smaak, denk ik, sneert Arjen. Je denkt bij Dubai aan pracht en praal en Gordon, maar zo begon het helemaal niet. Vijftig jaar geleden was Dubai nog een soort volendam in de woestijn. Dubai zoals we dat nu kennen is in rap tempo opgebouwd met een overdaad aan oliegeld. Tegenwoordig is het volgens Arjen een soort gangsterparadijs waar je geen inkomstenbelasting betaalt, waar er geen controle is op witwassen en waar je cash een huis kunt kopen. De VPRO ster is keihard. Dubai is dus een boevennest dat heel graag westers en modern wil lijken, maar het is niet op een heel leuke manier gemaakt. Arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld India en Pakistan leven er in erbarmelijke omstandigheden, al dus arjen. Ze leven daar in krotten buiten de stad, met veel mensen in kleine kamertjes en een open riool. Ze noemen dit vaak moderne slavernij, maar ik vind hier niets moderns aan. Het stoort Arjen dat al die BN'ers en influencers daaraan voorbij gaan. De meeste mensen die daarheen gaan, lijkt het niet heel veel te kunnen schelen of ze willen het niet zien, zoals deze meneer. Dan komt Gordon in beeld. Arjen toont een kort fragment uit een op één interview, waarin Giofanca Ostiana aan Gordon vraagt: Het is ook niet zo dat jij bijvoorbeeld aan het shoppen bent ergens en dat je ergens ook in je ooghoek ziet dat de arbeidsomstandigheden voor mensen die verderop wat aan het bouwen zijn wat minder zijn? Gordon daarop: Nee, ik bedoel, het is al bijna helemaal afgebouwd dat Dubai. Hahaha. Ha, ha. Wat een onethisch antwoord, vindt Arjen. Hahaha. Ha, ha. Waar is Geer als je hem nodig hebt? Geer, Geer. Hij besluit Dubai is een krankzinnig vervuilend pretpark voor influencers en een witwasparadijs voor criminelen, gebouwd met oliegeld en moderne slavernij, maar als je daar geen ethische bezwaren tegen hebt, zou ik zeggen gewoon lekker gaan, yo.